Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrolijke Veper. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de CRIUS van OBS. Het is een RTA, dus je zal zelf je coils ervoor moeten bouwen. Hij heeft een velocity stel deck, dat maakt het bouwen makkelijk. Minder fijn is dat het een beetje krap is. Je hebt niet heel erg veel ruimte om te bouwen, dus voor hele grote coils is hij niet geschikt. Maar ja, al met al is het een fijn apparaatje om te gebruiken. Ik zal het even met jullie doornemen. Hij heeft een grote airflow aan de onderkant. Aan beide kanten een luchtinlaat. Je kan bij deze ook de juice flow regelen. Eens kijken of dat te zien gaat zijn. Die gaatjes daar. Die kan je open en dicht draaien, al naar gelang de dikte van je vloeistof. Ik heb er momenteel een 70-30 vloeistof in, 70% VG, dus hij is vrij stroperig. Dus mijn juice flow staat helemaal open. Er zit nu een dual coil in, redelijk klein. Ik heb gemaakt van dit draad, dit is katal. Maar op een speciale manier getwist. Dit heet Tiger Wire. Dit is in principe eigenlijk een soort smalle strip die om zichzelf is gedraaid. Waardoor er dus een draadje ontstaat met heel veel kleine plekjes waar allemaal bubbeltjes vloeistof kunnen verdampen. Zo, daar bouw je zeer smakelijke coils mee. Even wegstoppen. Zo. Nou, wat mooi is aan de CRIUS is dat hij een topfill heeft. Je hoeft hem dus niet helemaal open te draaien om de vloeistof bij te vullen. Even kijken of ik nog wat vloeistof heb. Ja. Het bovenkantje kan je er heel soepel omhoog halen. En dan zit daar een ruime opening om hem te kunnen vullen. Dekseltje dicht en hij is klaar om te gebruiken. Dus, ja, dat is wel een voordeel van deze tank. En ja, hij ziet er gewoon ook erg chic uit. Het is een hele mooie tank. Een mooie driptip op. Ja, oordeel zelf. Ook een goede dampproductie. Nou, ik zal hem even voor jullie uit elkaar halen. Dan kan je dat mooie velocity deck ook nog eens even zien. Het is klein, maar ja, door het verdossische steldek is hij toch redelijk makkelijk in elkaar te zetten.
al met al kan ik zeggen dat ik de Crius een echte aanrader vind. Een fijne tank, het bouwt makkelijk. Kleine dek is een klein nadeeltje, maar ja, het feit dat het een velocity-steldek is, maakt een hoop goed. En, bedankt voor het kijken en tot volgende keer.